Yo mensen, Jarask hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty World War 2 campaign missie hier op mijn kanaal Ras Gaming. We gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren, want in de vorige missie op 27 december 1944 is Sassmann natuurlijk door de Duitsers gevangen genomen en is hij waarschijnlijk naar een concentratiekamp gestuurd. Nu konden wij ervoor kiezen om terug te keren naar Texas en beschouwd te worden als een held. Puur natuurlijk omdat we een Duits briefje op een Duitse soldaat hadden gevonden. Maar wij blijven strijden tot het einde. Het is nu 7 maart 1945. We hebben de laatste brug gespot eigenlijk. Wij zelf persoonlijk. Dus we gaan nu die brug aanvallen. We gaan kijken wat we moeten doen. Dus ik ben er klaar voor. March 1945. With the 9th Armored and the 99th, our mission is to take the bridge of Remagen. We get across, the last German resistance will crumble. Yes, ons doel is dus om die brug over te nemen. En dan gewoon heel Duitsland over te nemen. Want deze brug, die gaat over die rivier door. Dus kom maar op. I want nothing more than to be with Hazel when our baby arrives. But I gotta convince Pearson to let me back in the fight. I'm doing it to find Zuss, because he'd do the same for me. If I don't make it home, well, just watch over him, Paul. Oh, what are you doing here? What's it look like? Suicide. Hey, I wouldn't go in there. Pearson's been hitting the sauce. Thanks for the warning. Ik hoop dat Pearson nog een beetje aardig kan zijn. Uh-oh. You gotta be fucking kidding me. I'm not giving up on Zussmann. Tell it to the chaplain, because I got no room for a second. Who can't follow orders? You weren't following orders when you refused to abandon those boys at Kazarin. Ja, daar heb ik je, vriend. What did you just say to me? You heard me. You better leave while you can still walk. Davis told me it wasn't your fault. You were only trying to do right by your platoon. Get out. Why yo, why yo, why yo. I'm not going anywhere. I said get out. Oh. God damn it. Oh. Oh, is hard, vriend. Is je eigen schuld, je dronken lul. My orders were to fall back, but I just couldn't leave them. I told my men we were going to hold this pass until reinforcements got here. But they never came. They never came. So I guess you're right. I did get my men killed. Now go. Not without my platoon. You think you got some guts, don't you? Try getting the job done day in and day out while your men are dying all around you. Turner would have never given up like Turner this. Turner is dead. Then make that mean something. No sacrifice too great. You don't know anything about sacrifice. How about this? Honorable discharge papers signed by Davis. My ticket home. I could have had everything. A hero's welcome. My girl in my arms. Hell, even a bronze star. But I got one last mission. You must be crazy. Crazy ain't the half of it. All right, fall in. Sergeant? I said fall in, goddammit. If you want in, now's the time. Get the fuck out of my way. We zijn terug. I guess the gang's all here. Yes. Not all of us. Let's take that bridge and find our boy. Yes, Corporal. We zijn weer terug in het platoon. We mogen mee vechten. Ik denk dat hij nu ook wel wat respect voor ons heeft. If Zussmann's alive, he's across that bridge. We just gotta take it first. All right, there she is, the last bridge over the Rhine.
We get this convoy across, we're in the heartland. We'll bust them open. Look, it's all or nothing. It's all been leading to this. Don't die! Come on! We gotta secure the bridge entrance! Yes, Sergeant! Come on! Hey! Don't make me regret giving you a second chance! You know I won't. Let's move. Echt te ziek, jongen. Yo! Convoy, cover Dos. Kijk boven op het dak, jongen. Ik heb er twee neer. Kom op, jongens. Kom op, blijf achter die tank. Blijf achter die tank. Help ons, tankie! Oh, sorry, jongens. Kom op. Kom op, tankie! Wajowajowajo, jongen! Kom op, jongens! Fast track, fast track! Weet je wat, we gaan achter die turret zitten ook, kom maar op. Dit is mooi, yo jongen. We kunnen die dingen niet uitschakelen, maar wel die mannetjes gelukkig. Plus we hebben hier natuurlijk onze eigen koffer, dus dat is helemaal mooi. Oké, let's go, eruit. Yo, we gaan pushen. Right, jongens. Boom. Oh, yo. Wat een beest, ouwe. Dolan, je bent een beest, bro. Oké, helm naar boven nu. Even ammo meenemen. Hoppatee. We zijn nog niet boven. Ik zag hem, je zag hem de trap opklimmen, hè. Ze draaiden zich in één keer om, joh. Ze hadden helemaal geen flauw idee dat ik hier binnen was ook. Ik kan je handjes omhoog doen, maar dat gaat niet werken met mij, jongen. Je hebt een fucking vriend genomen. Afgenomen, maar beter te zeggen. Dus dan kan je hem krijgen ook. Zo, de toren is clear, man. We gaan stop hem. Styles, wat heb je? They're rolling out everything. Just buy some time. We'll handle the charges. All right, I'll lead the way while Daniels and Styles cover the engineers. Ready? Yo. Come on, let's go. You two, defuse the charges below the main structure. Ze gaan die hele brug proberen op te blazen. Oh. Ik heb ze, jongens. Wat doe jij, jongen? Stop met het planten van die dingen! Yo! Ze pushen helemaal terug, die mensen. Gaan we door? We gaan door. Oh, jongens! Nu dan! Jeez! Boy, yo! Iedereen! Ik niet meer! Kijk uit, er zit daar een gat, jongens. Just saying. We zien helemaal niks meer.
So! Get up! Keep moving! We still got a job to do! Yo, Daniel! Why don't you handle the artillery? Listen! Zijn die vliegtuigen van ons of van hun? We moeten doorrennen. We kunnen hier niet blijven hangen. We proberen die hele brug op te blazen. Als we hier blijven hangen, zijn we sowieso de lul. We moeten naar voren, jongens. Naar voren. Naar voren. En toen stond ik in één keer naast jullie, hè? Die hadden jullie even niet zien aankomen, jongens. We zijn er bijna vanaf. Vlammenwerper, jongens, pas op, die moet neer. Oké, hij is neer. Daar ga ik niet langs, dat weet ik wel. Woe, we zijn er bijna vanaf. Boys. Zo, jongen, die had de panse puist in zijn handen. Panse Shrek, of hoe je het ook wil noemen. Yo, ik ga naar boven. Gewoon een sniper in de toren, joh. Gekke man, ouwe. Bijna helemaal boven, we moeten nog verder. Die toren die moet gekleerd worden. Zit er nog één, ik zag hem. Yo, daar was iedereen, ja. Nice. Goed gedaan, jongens. We moeten weer naar beneden toe. De toren is in ieder geval clear. En we meenemen. Op thee. Op naar beneden. De toren is clear, bro. Planes are gonna take out the bridge. We need to capture those AA guns. Cool. We gaan nu die. Wow, yo. We gaan nu die vliegtuigen van hun. Gaan wij proberen uit te schakelen met ook hun AA guns. Smokes! Robin a smoke! Get to those trenches! Wow, jongens. Jezus, ik zie helemaal niks meer, man. Daniels, get to the AA gun. Ik doe mijn best, jongen. Ik zie dit. Je zag me niet door die smoke, gelukkig. Ik probeer snel mogelijk door te rennen. We moeten wel goed blijven opletten. Dat bedoel ik. Ze komen uit het niets nu. Yo! Ga ik er die laatste even uit? Die laatste neer? Nee, die laatste leeft nog. Oké, let's go. Op de Eger, die vliegtuigen uitschakelen, man. Waar zijn die stomme vliegtuigen? Hoppatee, dat zijn er drie. Oh, ik zie ze. Keep on him! You've got this, Daniels! Ik ben over hier dit. He's going down! Left! Ik kan niet zo ver. Son, he's saving you, Daniels! He's going down! Keep on him! Ze weten dat ik hierin zit! Ze zitten nu op mij te schieten! Ik zie ze! Ze zitten nu op mij te schieten! Links. Kan niet,
my yo! Our fly boys are here! Why yo jongen, mijn gun was nog geblokkeerd ook joh. Oké, die vliegtuigen die je nu hoort, die zijn van ons. Dat is goed. Kom, we ons pushen, jongen. We moeten naar voren, maar ik zie geen reet, joh. Ik ga granaat gooien, hoor, komen ze. Dan maar op deze manier. Oh, yo, gek. Dit is niet normaal. We moeten naar voren. We kunnen hier niet blijven hangen. En naar voren. Boy, yo, gek. Komen naar voren. Ze gaan naar voren rennen. We hebben ze. Oh nee, we hebben ze nog niet! Dat was een grapje! Boy, zo gek! Kom op jongens, even dit wapen pakken hoor! What the? Uh-oh! Ik wil niet hier ten onder gaan hoor, jongens. Oh, jongens! Jeez! Wajo! Woe! Handjes omhoog, jongens. Handjes omhoog. Zo, de knetterman. The bridge is ours. Corporal Howard. I believe I owe you an apology. You owe me a hell of a lot more than that. Come on through. We just made history, fellas. Worst across the run. What you looking at, Fritz? There are reports of POW camps in the area. Davis has ordered us to wait for authorization before conducting a sweep. But I guess you know what to do with Davis's orders. Copy that, Sergeant. All right. Proud our platoon held the first bridgehead on the Rhine. Now our convoy's rolling into the heart of Germany. They say war's as good as won. Not to me. Not while Zuss is out there. After leaving the bridge on our mission east, we searched camps along the way. I thought I knew what cruelty was. I didn't know anything. But one thing's for certain. What I saw will stay with me forever. The survivor said that the other POWs, including Zussman, had been taken to a smaller camp 3 hours east. All I could do was hope he somehow made it. Last one. Looks more like a labor camp. We zijn nog steeds op zoek naar Zussman. I get the feeling it's deserted. It's still burning. They must have just left. There's a barracks over there. Daniels. Check it out. I yellow.
Zij blijven hier. Ze zijn waarschijnlijk net hier pas weggegaan gewoon. Maar ze hebben natuurlijk wel gewoon alles, maar ook echt alles in de hands gezet. Uh-oh. These were our guys. Take out your camera. The world's gotta know. They had them living worse than animals. From the looks of it, they were beaten, starved, and worked to the bone. Ik denk niet dat Soesman hier nog zit, jongens. Over hier. The Nazis had murdered our boys in cold blood, and no fire in hell could burn away the stain. I'm guessing they made an example out of them. They'd slaughtered the weakest, anyone that was slowing them down. Daniels, over here. Daniels, you gotta see this. The tracks lead to the fields. That's where they must have marched on. Then that's where we're going. I wouldn't get your hopes up, Corporal. I made a promise to Zussman. We'll find him. I just can't guarantee we'll find him alive. Sergeant, I'll take point. Red! Red, take the shot! Everything's coming full circle. All I've done, all I wish I'd done. It's like my whole life is leading to this moment. We need to head home, baby brother. You died right there in the snow. All because I couldn't. Couldn't. Damn it. I'm coming, Zussman. You're not gonna die, brother. Not now. Not today. Sporen leiden hier naartoe. Suspect! Dus als hij is weggekomen, dan moet hij hier ergens zijn. Ik hoor Duitsers. Er wordt geschoten, er wordt geschoten, er wordt geschoten, er wordt geschoten. Lekker voor je. Is it over? Hij is mager, jongen. You must be dreaming. What they do? Thought you were left behind. And I'm gonna die alone out here. Drink some. Easy now. Okay, come on, let's get on here. Into the jeep. Come on, gentle, gentle, gentle. You always looked out for me, Paul. And I reckon you did today. Because there's only one thing that keeps you going on that long march. And that's having your brothers beside you.
When history called, you answered. From all walks of life, you came to defend peace and freedom. I thank you, and the world thanks you. Wherever your path takes you, know this. You will always be amongst a brotherhood of heroes. Well, this is it, fellas. Zussman wanted you to have it. And you'll need it more than me. You got a kiddo now. Thanks for the vote of confidence. Yeah, you'll be fine. Gentlemen. Queens! Your prodigal son returns! Are you gonna be okay? Gotta say bye to Zussman. Sarge? Going home, Sergeant? I am home. What about you? You gonna re-up? I've been away from Texas for a long time. You take care of farm boy. I will. When my son asks what I did, I'll tell him I fought with the first. And that crazy bastard Pearson. Crazy ain't the half of it. If you're ever in Chicago, I'll get there. Oh, yeah, maybe I'll surprise you in Longview first. You're welcome anytime. You know, when they captured us, it wasn't just our freedom that they took. Even though we were together, and we were alone, looking for any way to survive. Well, you could have gone home a hero. Why'd you come back? I saw that life. Just couldn't live it. The dream was different last night. This time we made it home, together. I can still hear the wolves paw. Sometimes I still see them coming. But you showed me how to fight them. So this belongs to you. Because the sacrifice you made taught me that a hero will risk it all to save his brother. And you'll always be both to me. Dat was hem, jongens. De Call of Duty World War 2 campaign. Bij Sledgehammer Games. Super. Maar ik echt super dope. Ik heb ervan genoten. En hierbij sluit ik dus deze campaign ook weer af. Mocht jullie hebben genoten. Ram natuurlijk zo'n kaart op like. Knop. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. Veel meer multiplayer van Call of Duty gaat natuurlijk aankomen. Zombies gaat er ook aankomen. Dus ik hoop jullie snel weer terug te zien. Thanks allemaal voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye, mensen.